Lezen is ontzettend belangrijk, ook voor de familie, ook voor de band, hè. En dat is het, stimuleer om te lezen. Je gaat er nooit spijt van hebben. Woorden van kinderauteur Indra Hu Ramdas tegenover onze redactie over het belang van lezen bij kinderen voor hun verdere ontwikkeling. Hu Ramdas stelt dat het bevorderen van leesgedrag bij kinderen, ondanks de uitdagende technologische tijd, de verantwoording is van ouders. Het is hun primaire taak om voor de verdere ontwikkeling bij de opvoeding de stimulans op gang te brengen bij het kind. En kom me niet zeggen, het is de school die het niet doet. Nee, de school is ook belangrijk. Het is een driehoeksverhouding. Kijk, ik ben een beetje scherp hierin, maar ik bedoel het niet, ik ga geen schuldigen aanwijzen, absoluut niet. Maar kijk naar de realiteit. Zonder een mama en een papa is er geen kind, is er geen school die de kinderen dan kan herbergen. De kinderen, als ze geen school hebben en er geen leerkracht is, hoe gaan we verder? Dus het is mama, scholen, kinderen. Ouders, ik zeg mama, ik bedoel mama en papa hoor, alsjeblieft. Papa's ook. Papa's, mama's, school, kids. En dat is het, die driehoekverhouding. We moeten met z'n allen werken eraan. Een aangepast leesbeleid kan ook zorgen voor een verandering in het leesgedrag. Het gaat in deze om het bieden van de nodige stimulans en begeleiding op school. Die gaat leiden tot het bereiken van het gestelde doel, zegt Ramdas. Zeg, een fout mag je maken, maar wat gaan we doen daarna? Corrigeren. En daar gaat het om. Het kind is zo zenuwachtig. Oh mijn god, ik kan niet lezen. Als ik een foutje maak, gaat je vrouw me of gaan kinderen me uitlachen. Niemand is perfect. Ik ook niet. Ik ben nooit perfect. Maar wat ben ik wel? Ik ben me van bewust van een fout maken mag. Corrigeren is belangrijk. Want als we steeds dezelfde fout gaan maken, wat hebben we eruit geleerd? Niets. Dus, zorg ervoor dat kinderen zich niet gepressured voelen. Ik moet het goed doen. Ik moet 100% goed zijn. In verband met 150 jaar Hindustaanse immigratie heeft Hu Ramdas een tweetalig kinderboek uitgebracht, genaamd De Lotusbloem. Het boek vertelt een verhaal dat ze mondeling kreeg van haar overgrootmoeder en is in het Sarnami en Nederlands.